In een wereld waar weinigen over vrede beschikken, is het niet onmogelijk voor een ieder om het te hebben. Wat als u dit kon vinden? Zou u het dan grijpen? Neem deel aan het vrede-evenement en leer hoe sterk te worden om de vrede te ontvangen en te behouden. Vind vrede. Word gelukkig. Geniet van het leven. Ontvang innerlijke rust. Wees wie u wilt zijn. Zondag 22 september om 10 uur en 3 uur in alle UKGR-centra in Nederland. Hallo, ik ben Carmelita Beurke. Toen ik naar de kerk kwam, had ik zoveel problemen, zoveel ziektes en ook financiële problemen had ik. En ik was eigenlijk een zuur persoon. Ik liep boos op straat, werd me steeds gevraagd, waarom kijkt u zo boos, mevrouw? Maar door die ziektes had ik geen vrede, geen rust in mijn binnenste. En ik werd uitgenodigd om naar de kerk te komen. En op een gegeven moment begon ik te strijden. Ik weet nog, ik hoorde een woord over financiën. En ik ging dan, want ik was werkeloos. Ik zat in de ziektewet. En ik ging dan mijn eigen bedrijf starten. Ik kwam naar de kerk en ik hoorde van de pastoren, dat ik een gebedsketting moest volgen voor de ziektes en ook voor de financiële problemen die ik had. En ik begon dan gebedsketting te volgen voor lymfeklierkanker. Die had ik al 15 jaar lang en dat stal me vrede. Ik had geen rust in mijn binnenste. Ik had bijna 9 ziektes in mijn lichaam. En toen ik kwam, ik begon te strijden voor de ziektes. Eén voor één gingen ze weg. Het was niet makkelijk, maar ik deed de gebedskettingen in volle kracht. En op een gegeven moment ging ik ook voor de lymfeklierkanker, mijn grootste probleem die ik eigenlijk had. En de doktoren die hadden mij dan genezen verklaard. Dat mijn bloedcellen die waren schoon. Dus beetje bij beetje begon ik vrede en rust in mijn binnenste te krijgen. En ook mijn financiën. Ik begon een eigen bedrijf. Ik heb een eigen bedrijf gestart. En dat probleem, dat ging ook weg. Dus ik ontving vrede in mijn binnenste en rust. En ik ben nu een totaal ander persoon als voorheen. Als ik op straat loop, ik heb een glimlach op mijn gezicht nu. Zondag 22 september om 10 uur en 3 uur in alle UKGR-centra in Nederland.